bootje, dat lijkt me heerlijk. Een geweldig idee. We kopen een plek ergens buiten. Een droomhuis voor ons allemaal. We kopen een plek ergens buiten. Een droomhuisje met een stuk grond. Ik heb honger, waar mama. Ieder mag spelen, zich nooit zal vervelen. Een lustoord voor mens en hond. Een lustoord voor mens en hond. Ja, ik ook, schat. Blauw? Roze. Weet welke veranderingen, groot of klein, de toekomst zal brengen. Eén ding is zeker, onze reis is nog niet voorbij. We kunnen alleen hopen dat onze tijd hier in de toekomst zal voortleven. Oh, pas nog op! Wat stelt die man zich aan, een schrammetje aan zijn linkerbeen zegt, nou ja... Frankie, jij bent mijn allerbeste vriend. En jij de mijne, vrij? Altijd. Zweren? Ja, vrij. Dat zweer ik. Altijd.
Dankzij Maximus was de misdaad in het koninkrijk zo goed als onmiddellijk verdwenen. En de meeste appels ook. Pasco, die is nooit veranderd. Gelukkig, Rapunzel was thuisgekomen en ze had eindelijk een echte familie. Ze was een prinses waard om op te wachten. Geliefd door iedereen, regeerde ze haar koninkrijk met gratie en wijsheid zoals haar ouders het ook gedaan hadden. En wat mij betreft, tja, ik werd weer Eugene genoemd. Ik bleef op het rechte pad en ik genoot ervan. Maar ik weet wat je wilt vragen. Zijn Rapunzel en ik uiteindelijk getrouwd? Nou, ik ben blij te zeggen dat na jaren en jaren van vragen en vragen en vragen... ik ja heb gezegd. Eugene? Oké, ik heb haar gevraagd. En we leven nog lang en gelukkig. En zo is dat. Broer Kenai leefde voortaan als beer bij Cora en de andere beren. Hij leerde me hoe machtig liefde is. En ik gaf de wijsheid van dit verhaal door aan ons volk. Het verhaal van een jongen die een man werd door een beer te worden. Raadsel maar op als je kan, zingt een klok van de Notre-Dame. Wie is het monster en wie is de man? Het klokkige bijen klinkt nu stukken vrijer, die luidt er daar hoog in de noot.